Kijk, het begint alweer vol te lopen. Welkom terug allemaal, welkom bij de poker table. Geniet niet helemaal lekker bij de livestream. Helemaal stress hier, zoals mijn hele ding weg. Poging 2. Sascha is nu bezig met het geld over. Dan hebben wij hier wat shiny fates. Liggen klaar om geopend te worden. Shiny fates. Ja, het is echt wel. Het is wel een van de vettere sets die je kan hebben om open te maken, vind ik. Ik heb hier ook de Darkness of Blaze. Oh, daar gaan allemaal Pokémon kaarten. Leuk, hè? First Edition logo. Een vriend van mij heeft deze gemaakt voor me. Echt super cool. En ik zorg ervoor dat zoveel ik er nog heb. Dus je moet een beetje snel bij zijn. Maar ik heb er redelijk wat. Dat bij ieder pack komt er eentje bij. Kleine business card van Pokebrews. Deze hebben we ook trouwens. GX card. Ultra Rage en Soul Taking. Want ja, ik heb toch echt rood haar. Dus dat is wel belangrijk dat het erbij staat natuurlijk. Hè? We hebben ook de Charizard Non-Holo. En Charizard V. Kom, mooie kaarten. Ik vind dat die nieuwe kaarten zijn wel echt gaaf. Zien er echt goed uit. Er gaat natuurlijk niks boven de oude kaarten. Dat is nooit verkeerd. We hebben onze eerste. Let's go. Deze even losmaken. Ik hoop zo dat je die Charizard van me krijgt. Ik heb alleen geen mesje bij me vandaag. Maar dan doen we het even met een pen. Oké, okay, hij is open, man. Let's go. Hopla. Wil je ook weten wat de inhoud is? Dan zal ik hem even tevoorschijn halen. We hebben een boekje erbij. Player's Guide. En daar hebben we natuurlijk ergens zit hier de Charizard tussen. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Die moeten we natuurlijk hebben. Achterin. Kijk, deze. Big fat Charizard VMAX Shiny. Als we die poelen vandaag, dan ga ik helemaal los. Maar een van deze is ook goed hoor. Geen probleem. Oké, boekje apart. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Sasje, daar zijn ze. Nice. Ik vind het leuk, jongens. We gaan het gewoon vaker doen. Nou, hopen dat Pokémon ons niet genaaid heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 packs. 10 packs aanwezig. En we hebben natuurlijk het kleine boekje. We hebben de speldingetjes. Voor het spel zelf. We hebben de separators
voor als je je kaarten bij elkaar wilt hebben. En dan hebben we natuurlijk, krijg jij er ook bij, de Eevee VMAX Full Art. Die zit er standaard bij. Ik zal hem meteen even uitpakken. Dan zorgen we meteen dat hij gesleeved wordt. Alle zekerheid. Dat hij niet kapot kan gaan tijdens het verzenden. Kijk, wat een geniale kaart, hè. Echt prachtig. Even kijken. In een sleeve. Hoppa. Voorzichtig erin doen. En ook deze krijg je van mij. In een toploader. Zo. Helemaal veilig. Kan niks meer mee gebeuren. Top. Wat hebben we nog meer? We hebben de sleeves. Pak je sleeves krijgen erbij. En natuurlijk de energy kaarten. Een heel pak zit erbij. Voor als je het spel gaat spelen. De meeste mensen doen het niet. Deze gaat opzij. En dan gaan we die packs openen, man. Ik ben heel benieuwd. 10 packs. 10 Shining Fates. Ready for Sasha. Oké, we gaan beginnen. Wil je dat ik ze nog even hussel? Sasha, let me know in de comments. Als je wilt dat ik ze hussel. Doe maar, top. Oké. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Oké. Geef hem wat liefde in de chat. Lekker bezig. 1, 2, 3, 4. Let's go. We hebben de Fighting Energy. We hebben de Luxio. Team Yell Towel. Twaki. Cacnea. Chewtle. We hebben de Eevee. Eevee is een goed teken, hè? Eevee betekent meestal iets moois. Nickit. Horsey. Ook een leuke. Woe! First shiny hit. Nice, nice, nice. En wat is de tweede? Ah, we hebben de Dreadnought. Non-hollow hit. Maar we hebben de first shiny hebben we binnen. Kijk. Daar gaat hij. Hoppa. First shiny hit. Nice. Deze even opzij. Oeh, daar gaat de camera. Ja, je hebt nu al een shiny. Dat is lekker, man. Ik ben echt blij voor je. Even kijken. Dan gaan we naar pack 2. Give us some good luck. Nee, die ging al een stuk beter open dan net. 1, 2, 3, 4. We hebben weer een Fighting Energy. Tropius. Floatzel. Tartrix. Chewtle. Covent. Cassifleur. We hebben Snom. En we hebben Coffin. En daar gaan we. Woe, we hebben de Tropius. Mooie kaart, hè? Tropius Reverse Holo. En daar komt-ie. Zijn we er klaar voor? Oh, we hebben een Morpeko V. Nice.
Hamtaro V, let's go! Top man, hey. Dat zijn twee hits uit twee packs. Dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Hoppa, gesleeved en al. Morpico V, lekker bezig. Doen we de kaart even opzij. Volgende pack. Let's go. Soms willen ze niet open. Dan moeten we het ouderwets doen. Dan doen we het gewoon zo. Hoppa. Die opzij. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Let's go. We hebben de Fighting Energy. We hebben de Tropius. Die hebben we hier ook in reverse. Nice. Gym Trainer. Floatzel. Het lijkt bijna alsof deze kaart gewoon shiny is. Hè? Zo mooi is die artwork. Shining Fates is echt een gruwelijke set. We hebben Coffin. Morpico. Horsey. Spinarak. Rowlet. Team Yell Towel Reverse Holo. En dan komen we nu bij de non-holo hit Dreadnought. Helaas. Niet 3-3. Maar toch, we hebben al twee hits uit twee packs. Dus dat is een goed teken. Die, 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 die. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Komt-ie. Floatzel. Tropius. Ballguy. We hebben een ballguy. 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 Trapinch. We hebben de Yama. Puzzle. Nickit. We hebben Gossifleur. Daar komt ie. Reshiram Amazing Rare. Je hebt de Reshiram Amazing Rare. Nice. Oh, dubbel banger. We hebben ook nog de Cinderace V. Nice. Twee in één pack, man. Jezus, wat lekker zeg. Wie is dit? Dit is voor Sascha. Sascha is lekker bezig. Ik ben blij voor je, Sascha. Dat we een paar goede hits hebben. Top, man. Reshiram. En de Cinderace V. Hoppa, zo erin. Nice. Ik ga die Reshiram voor je trouwens. Die komt in een toploader. Maar dat is toch wel een big hit. Hoppa. We hebben al twee big hits. Lekker bezig. Zie je, Ballguy is goed teken. Ballguy doet het hem elke keer. Oké. Okay. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5 packs over. Nog 5 packs eraan. Hij heeft een ETB gekocht. We hebben hier een Elite Trainer Box net geopend voor Sascha. Dus dat is heel leuk.
Want daar zitten natuurlijk gewoon een paar gruwelijke packs in. Nou, werk eens mee. Oké, nou dan niet. En je moet ze allemaal openen. Ja. En je kan nog steeds zeggen dat ik moet stoppen, hè? Dan sturen we de rest dicht op. Sturen we de rest dicht. Zelf. Oké. Nou, tot nu toe gaan we goed. Tot nu toe hebben we goed gelukt. Dus dat is zeker een goed teken. 1, 2, 3, 4. Oké. We hebben de grass. Oké, komt ie. Ze staat toevallig net naast me. Ik dacht dat ze al naar bed ging. Maar ze gaat er nog even eentje open. Ik wou zeggen van ik ga naar bed. Maar deze heb ik niet zelf geopend. Deze doe ik dan poelen. Laten zien alleen. Misschien dat ik er zo nog een open. Ballgang! Cramorant. Twalky. Balgai. Keknia, sorry. Gossifleur. Snom. Trapping. Nickit. Dit is de tweede keer dat ik deze doe. Double Amazing Rare. Lekker bezig. Sasha, luister. Het gaat echt de goede kant op. Oké, dan komt er nu nog iets, hè? Oh my god. Double banger. Nee. Ah, die Jan Mega. Ah, die had ik net ook. Maar deze is wel cool. Amazing Rare. Dude. Lekker bezig. Ja, dat is goed. Mark den Boer. Als jij hierheen durft te komen, dan mag je hem ophalen. Geen probleem. Ik zorg dat de deur open gaat voor je. Gaaf, hè? Moet hij dan ook in een toploader liggen? Ja, zeker weten. In de toploader met dat ding. Amazing Rares gaan in toploaders. Woe! Alsjeblieft. Beetje liefde naar Sasje, kom op jongens. Dank je broers, vriendin, ja. Sophie, ze heet Sophie. It's oké. Heb je een prijslijst, weg, Mark? Ja, zeker weten. Moet dit op deze stapel, de normals? Ja. Don't drop your phone. Ik heb de Darkness Ablaze pakjes voor 7 euro, Mark. En ik heb de Shining Fates pakjes voor 9 euro. Dus mocht je iets willen openen. En vergeet de verzendkosten. Oh nee, ophalen is zonder ophalen verzendkosten. Is zonder verzendkosten natuurlijk. Geen probleem. Ik ben 10 minuten uit de buurt, amigo. Oké, jongen. Helemaal goed. Als jij... ik heb wel altijd één ding. Als je het kan overmaken naar dit rekeningnummer of naar mijn PayPal-account... van staatje 1@gmail.com of via paypal.me/brucey. Dan ontvang ik het geld en dan ga ik het meteen voor je openmaken. Of komt hij het juist ophalen om het zelf open te maken? Je mag het ook zelf openmaken als je dat leuk vindt. Dan, als je toch zo dichtbij bent. Zal ik voor Sasha nog eentje doen? Ja, Sasha, wil je dat Sophie er nog eentje openmaakt voor je? Deze... Ja hoor. Okay, let's go. That's a go. Kan jij even plaspauze als je wil? Ik ben oké, ik ben net begonnen. Nou inderdaad, als er nog eentje komt, dan blijft ze gewoon wakker hoor. Ik zorg wel dat ze wakker blijft. Ja, oh, ik weet niet of ik dit mag laten zien. Ja, maakt niet. Sorry. Krijg je er eentje van mij? 1, 2, 3, 4. Dat deed ik automatisch. Ja, ik weet het. Oké, wat is dit voor energy? Dit is de dark energy. De mystic. Rotom. Rusted Shield. Floatzel. Weasel. Rowlet, Trapinch,
Weersnom. Crookie. Reverse Shinx. Come on. Oh, een holo Frostmoth. Nice. Zitten ze allebei in? Nee, deze doe ik altijd gewoon apart. En die gaan altijd in de sleeves. Oké. Nou, dan gaan we even snel door de online codes heen. Bam. 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 Chapeau. Oh, ik dacht, waarom zei Mark nee, maat, maar jij mag ze openen, is leuk voor de views. Ja, is toch goed? Ja. Oké, nou, ik... Ja, dat is een hele goeie. Vorige keer dat ik uit de live sessie ging, toen... Misschien kan je met mij een tikkie sturen. Oh ja, dat kan wel. Oh, die wilde ik laten zien. Oh, cool. Een van de kinderen op de meid. Ik ga je even een tikkie sturen, Mark en Boer. Even kijken. Maar hoe krijg je een telefoonnummer dan? Ja, dat is een hele goeie. Mark, als je wil, kan je naar mijn messenger... Als je me daar een berichtje in stuurt, dan zorg ik dat de tikkie jouw kant op komt. En dan zou ik lekker nog... En dan ga ik nu ondertussen nog even verder met Sasha. Want we hebben nog een paar packs te gaan. Okay. Veel succes allemaal. Let's get that Charizard. Ja, als die Charizard er nu nog tussen zit, dan word ik helemaal gek. En dan wil ik een tissue van jou. Oké. Slaap lekker. De camera staat niet deze kant op gericht. Nee. Soms gaan die packs echt lastig open. Oké, ik ga hem zo even checken voor je, Mark. Open even deze pack voor Sasha. Hoppa. Even op de kaart inzoomen. 1, 2, 3, 4. Oh, op z'n kop. We hebben de fire energy. Dat kan iets goeds betekenen. Komt ie. Team Yeltal. Twacky. Tropius. Cacnea. Cuffant. We hebben Buzel. Spinarak. Shinx. Oh! We hebben gewoon weer een shiny. We hebben gewoon weer een shiny. Deze man heeft zoveel geluk in die packs. Lekker bezig. Lekker bezig, Sasha. Dit gaat echt de goede kant op. 1, 2. En we hebben ook nog een Thievul Hollow Hit. Gruwelijk mooie kaart. De Shiny Tswaki. Wat een kaart, hè? En de Thievul met een gruwelijke hologram. Nice. Ik dacht dat je naar bed ging. Ik hoorde een beetje, wow. Dus zo moest ik wel. Maar ik ga nu tanden poetsen, dus iets anders. Ja, je gaat echt top, man. Echt serieus. Dit is gewoon een serieus goede Elite Trainer Box. Ik kom gewoon even niet aan mijn woorden. Nice. Ik ben echt blij voor je, man. Echt leuk. Als je in het midden vastpakt en een beetje heen en weer werkt. Oké, gaan we doen. Alle tips zijn welkom. Ik ga even de chat messenger bekijken. 2 seconden. Ik kan Sasha even uitdansen.
Misschien kun je een glaasje water drinken voordat je flauw valt. Yo, Mark. Toppie man. Mijn naam is Die Zo. Top. We wachten Mark even af en dan gaan we ondertussen verder. Mocht je het willen weten, Sascha, je hebt ook nog een enorm pack aan comments die je eraan overhoudt natuurlijk. En die komt ook natuurlijk jouw kant op. Hebben we hier nog één. En we hebben de Charizard als laatst. Oké. In het midden vastpakken. Zo. Oh ja, serieus. Hij gaat gewoon open. Nice. Stay hydrated. Ik heb hem ontvangen, Mark. Dus we gaan het regelen. Gaan we een Darkness of Blaze openen voor je zometeen. Get hydrated, guys. Keep hydrated. Weet je wat? Dat vind ik een hele goeie. Ik ga ook even mijn glaasje water drinken. Oké. Okay. Nou ja, ik ben ook nu bezig met die hele... comments uit te zoeken. En ik ben ze bij alle series aan het doen. En dan uiteindelijk ga ik kijken of ik samen met David een website kan maken waar je dan al onze kaarten kan zien. En als je dan bijvoorbeeld kaarten nodig hebt. Ja, dat is goed, Mark. Gruwelijk. Maar ja, als we alle kaarten dus hebben, dan gaan we kijken of we per editie zo neer kunnen zetten. Dus als je bijvoorbeeld een kaart nodig hebt, dan kan je op onze website zo gaan zoeken. Dat is een beetje het idee wat wij met de comments gaan proberen. Ik heb er zoveel. Ik heb laatst een mystery box geopend van 4200 kaarten. Echt belachelijk veel. Maar, terug naar Sascha. Sascha, hou je het nog vol? We hebben de Electric Energy. We gaan door naar de Gym Trainer. We hebben Floatzel. Team Yeltowl, Coffin, Horsey, Grookey, Morpeko, Spinarak. En we hebben de Indeedee Reverse Holo. Hebben we nog iets moois erachter? Ah, we hebben de non-holo hit Zarude. Mr. Zarude. Maar we hebben wel de Indeedee Reverse Holo. Nee, ik koop geen kaarten meer in. Ik ben er even mee gestopt. Ik moet eerst wat gaan verdienen voordat ik weer verder mag. Anders maak ik mijn vriendin me af. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zoals je kan zien. Maar het is wel leuk om te doen. Het is wel echt heel leuk om te doen. Ik vind het serieus... een van de leukste communities die we hier zo met z'n allen creëren. Even kijken. Hoppa. Hoe was het nou eigenlijk dat die 10 minuten uit jouw buurt is? Misschien kent iemand. Oké. We gaan deze heen en weer doen. En dan opent die. The Wood. Oké. Okay. Zarude. Zarude. Zarude is on fire. Ja, waarschijnlijk in jouw vonkje beter, ja. Oké. Okay. Oeh, we hebben de Mystic. Psychic Energy. Laatste pack, Sascha. Gaan we die Zard nog trekken?
Gaan we hem krijgen, die zart? Wie weet. Ja, facepalm. Dat is letterlijk wat ik ook net deed. Oké, komt ie. We hebben de Twaki. Rotom. Rusted Sword. We hebben de Horsey. Snam. Oké. Even een onderrondje. Dit is toch serieus gewoon een... ik ga het niet zeggen. Een mannelijk geslachtsdeel. Morpeko. We hebben Hantaro weer in de building. Cacnea. En we hebben Spinarak. En dan komen we. 3, 2, 1. We hebben de Reverse Nickit. En we hebben... Ah, de Nanhollow Hit Volcano. Het kon ook bijna niet meer. Nou, het kon ook bijna niet meer dat er nog meer bij zat. Het was echt... Lekker bezig, Mark. Oké, little recap. We hebben natuurlijk de reverse holos hier. Sasha, ben je een beetje blij met wat je hebt gepoeld? Of wat ik heb gepoeld voor je? We hebben de Nickit reverse. De Indeedee reverse. We hebben de Shinx reverse. Team Yeltowl reverse. En de mooie Tropius reverse. En dan hebben we ook... De Thievul hologram. We hebben de Twaki. Shiny. We hebben de Frothmoth hologram. Cinderace V. Ook wel een mooie kaart, hè? Gave kaart. We hebben de Morpeko V. En we hebben de Nickit Shiny. En om het af te maken... Ja, geen probleem, man. Ik ben heel blij dat ik het voor je kan doen. Jij bedankt voor het meedoen. Dat helpt ons natuurlijk naar de end goal. En we hebben hier natuurlijk de twee amazing rares. Reshiram. Super mooie kaart zo met die... Oh, ik moet even inzoomen. Ja, dat is echt een hele mooie kaart. Echt heel gaaf. En hebben we Kyogre. Kyogre. Echt, die artwork is zo vet. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Eevee VMAX. Die komt bij de ETB. En die zat er al in. Dus je hebt echt een paar vette pools, man. Ik ga zorgen dat ze in een pakje komen. Ik ga je zo snel mogelijk een bericht sturen. Of als je naar mijn messenger anders je adresgegevens wilt opsturen. Dan ga ik zorgen dat ze allemaal naar jou toe komen. En dan zorgen we dat het geregeld wordt. Oké dan. Mark den Boer. We gaan voor jou even een pack openen. De Sword and Shield Darkness Ablaze. Oké dan. Het weer de verkeerde kant zeker. Daar is hij. Ja, top. Ben je er klaar voor, Mark? Ben je er klaar voor? Eén, twee, drie, vier. Komt ie. We hebben Vanillish. Lekker ijsje. Chinotic. Ursaring. Katita. Skarmory. Dat zijn al een paar goede hits. Dat is een goed teken. Een paar vette kaarten. Cupchew. Wimpod. We hebben Bunnelby met de artwork van Tomokazu Komija. Gruwelijk, hè?
En we hebben Skiddy Reverse Holo. En dan hebben we ook nog een Dracofist Holo Hit. Dracofist Holo Hit. Samen met de Skiddy Reverse Holo. Nice. Ik vind die Bunnelby vind ik ook echt vet. En je hebt ook nog een Skarmory. Ik denk dat dit wel een goed pak was. Leuk man. Ik ga zorgen dat ik deze even voor je sleeve. Hoppa. Die zit erin. Weet je wat? Een beetje kont ophalen. Doen we deze ook gewoon in de sleeve. Waarom niet? Toch? Hoppa. Uit één pak. Een reverse en een holo hit. En dan hebben we ook nog de Bunnelby. En de Skarmory. En de Ursaring, ook al vette. Het zijn geen slechte kaarten hoor, dit. Nice man. Top. Mark gaat er voor twee. Dus we pakken er eentje links en we pakken er eentje rechts. We gaan er nog twee openen. Let's go. Soms werkt het, soms werkt het niet, hè? Maar we kunnen hem ook zo openen. Althans, kan ik dat met mijn dikke vingers? Ja, kijk, daar komt hij al. Oh. Nou, deze gaat wel, deze gaat lastig open. Er zit er eentje in die er niet uit wilt. Laten we hopen dat dat degene is die we leuk vinden. Hoppa. Oh. Voor de mensen die het leuk vinden. 1, 2, 3, 4. We hebben weer een green energy. Oké, komt ie. Goed doen. We hebben de Rose Tower. Steenie. Leuke artwork. We hebben de Dane. De kaart is echt mooi, man. Wimpot. Grimer. Klink. Ducklet. Mareep. En we hebben de Aaron Reverse Holo. Oké, kom op. Give us something good. Oeh, we hebben de Beartrick. Beartrick is wel non-holo. Maar het is wel een gruwelijke kaart. Beartrick. Nice. Nice, nice, nice. Die leggen we even apart. Hoppa. Komt ie. Ja. Ik heb het idee dat hij op de onderkant beter open gaat. Nou, zo is ook goed. Oké dan. Pew. 1, 2, 3. 4. En we hebben een Electric Energy. Door naar de Combusken. Glimmoot Tangle. Nice. Drug Lab. Drugstuin. Oh. We hebben de Laron. Aaron, Rookie D, Wishy Washy, Pensage, we hebben de Taurus. Kijk, dat zijn goede hits. Dat zijn goede hits. Oeh, we hebben de Arctozolt Reverse Holo. Hebben we een dubbel banger? 1, 2. Ah, we hebben de Galurk non-holo hit. Wel mooie artwork. Maar de non-holo hit. Oh, wat jammer, wat jammer, wat jammer.
Wel twee reverse hollows. Dat is nooit verkeerd. Ik vind deze wel heel gaaf. Als je kijkt naar die electric erachter. En we hebben natuurlijk het pak met mooie kaarten sowieso al. Allee, helaas, helaas. Maar we hebben wel Beartrick. Beartick. Echt een gruwelijke kaart hoor. Dat is ook nog onder water, hè? Nice. En Taurus. Taurus doet ook mee. Top. Stay hydrated, guys. Blijf drinken. Drie shinies. Even kijken. Hoppa. We hebben van alle artworks eentje. Je mag nog kiezen. Ik ga je de keuze geven. Zeg maar welke je niet wilt. Welke mag er tussenuit? Vertel het me in de chat. Welke mag er tussenuit, Daisy? Let me know. Achterste drie. Top. Ik laat de Charizard als laatst. Ik weet niet waarom. Dat is gewoon een gevoelsmatig dingetje. Top. Gaan we. Hoppa. Shining Fate heeft zulke vette pool rates erin. Het is alleen dat die Charizard is zo moeilijk altijd. Wil je deze houden? Vind je dit leuk om te houden? Dan laat ik ze nog even apart. Zo niet, dan gooi ik ze in de livestream. 4 van achter naar voren. Oeh, we hebben een fire energy. Alright. Even inzoomen. Hoppa. Ik zorg dat ik ze apart hou voor je. Geen probleem. Komt ie. Floatzel. Oh, de code mag weg. Oké. Okay. Code voor iedereen. Ik ben echt benieuwd of er mensen zijn die code eruit halen. Floatzel. Dartrix. Rotom. Rowlet. Morpeko. Hamtaro is in the building. Nickit. Eevee. Blijft een mooie kaart hoor, dit. Oké. Okay. Gossifleur. En dan komen we nu bij de Reverse Holo Grimmarant. Nice. En. Oh, we hebben een Indeedee V. Nice. Kijk dan, een mooie kaart. Dat is een full art. Indeedee V full art. Nice. Dat is de eerste pool. Lekker bezig. Dat is top. En deze gaan we opzij doen. Met de Grimmarant. Op naar pack nummer 2. Even openen. Nou, deze gaat weer een beetje lastig open. Dan pakken we hem in het midden. Geen probleem. Komt ie. Hoppa. 1, 2, 3, 4. En we hebben een Dark Mystic Energy. Gaan door naar de Rusted Shield. Eldegoss. Dartrix. Horsea. Yanma. Morpeko. Coffin, Gossifleur. En we hebben de Coffin Reverse Holo. Zijn we er klaar voor? Ah, we hebben de Celebi. Nou, als je dan een non-holo hit krijgt, dan is het echt top dat het de Celebi is. Reverse Holo Coffin en de Celebi. Non-holo hit. Ik vind het zo jammer dat ze deze eigenlijk non-holo hebben gemaakt.
Celebi is echt een vette Pokémon. Ik ga even wachten met het volgende pakje. Ik heb geen idee waarom. Theoman Shecky, vertel me. Waar wachten we op? Laatste pakje. Shining Fates. Laatste pakje Shining Fates. Hoep, hoep. Pak de bovenkant. Iets naast het midden. Goed schudden. En dan? Nee. Oh ja, je hebt gelijk. Even schudden en dan gaat hij open. We leren hier allemaal hoe makkelijker ik de pakjes openmaak, hoe sneller we er doorheen kunnen. Dankjewel, Theoman. Hoppa. Oké, okay. 1, 2, 3, 4. Alright, let's go. Weet je wat? Weet je wat? Ik leg deze twee neer. We hebben de Gym Trainer, Team Yeltowl, Luxio, we hebben de Yama, we hebben de Coffin, Morpeko, Horsey, Spinarak. En dan gaan we nu door naar de laatste twee kaarten. Ik ga ze gewoon alvast sleeven, want ik heb een goed gevoel erover. Dat is 1. Ben je er klaar voor? Daisy? Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Bang! Ah, we hebben de Manaphy. Non-holo hit. Maar wel de Morpeko reverse holo. Hamtaro is in the building. Nou, ik vind hem een beetje meevallen, deze Daisy. Ik vind hem een beetje meevallen. We hebben wel de Indeedee Full Art. En we hebben de twee Coffin en Cramorant reverse holos. Jammer, 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 jammer. Ik vind Morpeko nog steeds wel een gave kaart om te zien. Het doet me echt denken aan Hamtaro. Ik weet niet waarom eigenlijk. Het lijkt toch op Hamtaro, of ben ik nou gek? En dan hebben we de Manaphy. Maar we hebben natuurlijk ook de Celebi. Wel de non-holo hit, maar nog steeds een gave Pokémon om te hebben. Dankjewel voor het meedoen, Daisy. Mocht je zoiets hebben van, nou, ik vind het niet genoeg. Ik heb nog meer packs. Ik heb zeker nog meer packs. Dus voel je niet verlegen. Ik ga zorgen dat deze bewaard worden voor Daisy. Even kijken. En Daisy. Ja, het is altijd spannend online, hè? Maar ik zorg dat er iets leuks bij komt. Je kan sowieso deze leuke kaart krijgen erbij. En ik ga gewoon zorgen dat ik het... Dat ik het netjes inpak voor je. Dat je iets leuks ervan overhoudt. Een leuke herinnering. Dat is het belangrijkste. Dat we een soort van community krijgen met z'n allen. Dus ik zorg dat mijn kaartje erbij komt. En natuurlijk jouw pakje kaarten met de bulk. Die zit er sowieso bij. Van Shining Fates. Ja, ik heb 1 box nog van Shining Fates. Kaartjes. Alright. Daisy, ben je er klaar voor? Gaan we beginnen? Gaan we ervoor? Ik ga de advies opnemen van... Wie had het advies ook alweer gegeven? Dat was... Theoman Shecky. Hoppa. We hebben de eerste al. Komt-ie.
5 Shining Faith Packs. Alleen de hit opsturen. En dat mag naar... Laat me even weten waar je naartoe mag, Xander. 1, 2, 3, 4. We hebben een Grass Energy. Hij is leuk, hè? Het heeft ook allemaal verschillende standen. Hij kan ook knipperen als het goed is. Nu gaat hij veranderen van kleur. Alright. Daisy. Let's go. We hebben de Cramorant. Team Yeltowl. Twaki. Snum. Spinarak. Horsea. Rowlet. Morpeko. En we hebben Professor Research. Reverse Holo. Oeh, ik zie al wat. Ik zie al wat. 1, 2. Oh, we hebben de Alcremie V. Nice. Gruwelijke kaart, zeg. Is dat een shiny, denk je? Het lijkt wel op een shiny, hè? Volgens mij is dit de Alcremie Shiny V. Nice. Lekker. First hit. Nou ja, vierde hit eigenlijk, officieel. Maar ik ben blij dat ik deze voor je trek, Daisy. Dat is echt top. Daar word ik blij van. Ik zal hem even een mooie toploader geven. Shinies V mogen daar zeker in. En dan kunnen we deze kunnen opzij doen. Mooie kaart. Zeker mooie kaart. En dan heb ik de volgende. Theoman, ik ben echt blij met deze hint. Het scheelt zoveel met open trekken. Xander van Vlaanderen, Frankstraat. Top. Oké, man, Nederland. Helemaal goed. Ik ga zo meteen 5 packs. Ik zal ze hier even klaarleggen voor je. 1, 2, 3, 4, 5. Xander. Is het geen shiny? Oh, het lijkt zo erg op een shiny. Xander, ik heb deze verklaar staan voor je. Dan gaan we weer verder met... Weet je zeker dat het geen shiny is? Oh man, het ziet er zo gaaf uit. Oké. Even kijken. We hebben de kaart. Dan gaan we 1, 2, 3, 4. Ik moet zeggen dat alle kaarten best goed... in de centering staan. Dus dat zijn goede pakjes om uit te pakken. Dat is al een goed teken. Mocht je ze willen gaan opsturen. Al is PSA op dit moment echt helemaal ruk. Maar ja, goed. Electric Energy. Eldegoss. Tropius. Ball guy. That's my man. Ball guy is the lucky man. Oké, ik hoop echt dat hij goed is voor jou ook. Covent. Chewtle. Oké. Yama. Morpeko. Op de Shining zitten strepen. Sterretjes. Ja, dat is waar ook, ja. Dat is waar ook. Oké. Morpeko. Eevee. Dat is altijd een goed teken. We hebben de Tutel Reverse Holo. En we hebben de Yanmega Non-Holo Hit. De Yanmega Non-Holo Hit. Helaas. Maar gelukkig hebben we nog 8 packs te gaan. 3, 6, 8. De Yanmega is echt een... De Yanmega is niet al leuk. We hebben de Morpeko. Bam. 1, 2, 3, 4. Fighting Energy. Twaki. Rusted Shield. Rotom. Morpeko. Coffin. Cassifleur. Rowlet. Covent. Reverse Holo Rotom.
Het is wel een mooie reverse trouwens. 1, 2. En we hebben de Thievul Hollow Hit. Die hollows zijn echt mooi, man, tegenwoordig. Nice. Oké, dan. Next. Gossifleur. Oh, sorry. Moet hem wel eerst omdraaien. Bang. Zitten we er nog in? Zijn we er nog bij? 2, 3, 4. Oké, we hebben de Fire Energy. Twaki. Rusted Sword. Rotom. Gossifleur. Chewtle. Morpeko. Cacnea. Horsey. Oh, we hebben een Shiny V. Kijk, dit is wel een Shiny V. Takuang, je hebt gelijk, man. Gruwelijke hit trouwens. Nice. Ik ben blij voor je, Daisy. Nice. Zit er nog wat achter? Boss's Order. We hebben Boss's Order erachter. Full Art Shiny. Nice. Top. Ik ben blij, ik ben blij, ik ben blij. Die doen we er netjes in. En daar doen we een mooie toploader omheen. Hoppa. Nice. Twee goede hits. Dat is mooi. Dat is top. Stay hydrated, guys. Kijk. Lekker colaatje erbij. Komt-ie. Bam. 1, 2, 3, 4. Hoppa. First water energy of the night. Oké. Geef ons die Charizard. Geef hem ons. Dat zou mooi zijn. Tropius. Rotom. Cramorant. Trapinch. Snom. Looks like a beep. Krookie. Spinarak. Shinx. En we hebben de Dartrix Reverse Holo. Oeh, en we hebben de Decidueye. Zo, hoe spreek je dit uit? Decidueye. Decidueye. Holo hit. Gave kaart. Leuk. Alright. Oh, zo, daar gaat de camera. Kaartjes opruimen. Blijf je nog wel wakker, Xander? Ga er zo meteen nog een paar voor jou openen. Ik zal proberen er wat sneller doorheen te gaan. Ik vind het zelf ook gewoon zo heel erg leuk om te doen. Even kijken. We hebben deze. Bam! 1, 2, 3, 4. Nice. Energy. Rusted Sword. Eldegrass. Dartrix. Buzel. Coffin. Shinx. Crookie. Trapinch. Oh, nog een Shiny V. Nice, ditto. Welcome to the club. Nice. Oké, komt ie. En we hebben Professor Research. Maar we hebben wel een Shiny ditto. Centering is niet verkeerd, hoor. Is niet verkeerd. Nice.
Shiny Ditto. Woehoe! Het is volgens mij wel een goede koop geweest tot nu toe. Even kijken. Een shiny komt met een toploader. Hoppa. Tot nu toe. Nice. Maakt het weer goed inderdaad, ja. Nou, die paar gewone is het altijd lekker om een shiny te pakken. Even kijken of we deze kunnen open. Hoppa. Het is echt één grote troep hier op de grond. 1, 2, 3, 4. Volgende keer zou ik daar even een prullenbak neerzetten. Oké, we hebben de Grass Energy. Cramorant. Team Yell Tower. Twarky. Crookie. Morpeko. Spinarak. Buzel. Rowlet. We hebben de Reverse Buzel. Komt er nog wat achter? Oeh, we hebben de Frostmoth Hologram. Zie je dat de holo over de hele kaart heen is? Ik snap dat nooit helemaal. Is dat een holo bleed? Zeg ik dat goed? Of hoort dat gewoon bij de nieuwe kaarten? Zie je dat? Het is over de hele kaart heen. Nice. Ik vind hem, ik ben tevreden met deze hit. Dat ben ik natuurlijk. Dus dat is een holo bleed. Nice. Dus dat is een misprint, toch? En misprint zijn meer waard? Of is het bij de nieuwe editie dat het toch niet zo heel veel meer waarde heeft? Ik heb namelijk geen idee. Laatste drie, Daisy. Laatste drie packs die wij gaan openmaken voor jou. Tenzij je zegt van we doen nog andere paren. Dat kan altijd. Bam. 1, 2, 3, 4. We hebben de Electric Energy. Twarky, die hebben we al zo vaak gehad vandaag. Cramorant. Rotom. Cacnea. Shinx. Nickit. Rowlet. Trapinch. Oeh, we hebben een shiny hit. Dottler. Die heb ik nog niet eerder gezien. Lijkt wel een turtle van Mario. Dottler. En wat hebben we erachter? De Volcano non-hollow hit. Aan de juiste koper soms wel. Oké. Okay. Deze heeft ook een... Nee, dat is niet waar. Deze kaart is gewoon shiny. Gruwelijk. Shiny hit. Nice. We hebben al flink wat shinies ondertussen verzameld zo. Zilveren stelletje eronderin. Top, hè? We hebben er nog twee, Daisy. Twee packs. Twee packs, Daisy. Ik hoop dat ze het doen voor je. Deze wil niet open zo. Dan doen we het de ouderwetse manier. Althans. Oeh, volgens mij zit er hier een Pokémon in die er niet uit wil. Laten we het hopen dat hij erin zit. Die Pokémon die er niet uit wil. Hoppa. 1, 2, 3, 4. Komt-ie. Tropius.
Balguy. Oh shit. Oh shit. Balguy zit er weer in. Balguy, dat kan alleen maar goede dingen betekenen. Kom op, Balguy. Give us the luck. Team Yeltowel. Puzzle. Nicket. Cagnia. Covent. Eevee. Eevee en Balguy. Kom op. Ah, we hebben een Morpeko. Reverse holo. En... de Dreadnought. He faked us. De Dreadnought faked us. Morpeko reverse holo. Ah, jammer, 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 jammer. Nog één pack, kom op. Kom op, geef ons nog één goede hit. Geef ons nog één goede hit. Kom op. Dat zou top zijn. Nou, deze willen niet open hoor, vandaag. Vind je deze dan? Ook niet. Oh, er zit echt flink vast deze. Daar komt die. Top. Kom er maar uit. Yes. Yes. Kom er maar uit. Laatste pack. Daisy, laatste pack. Ja, schaar is wel het beste, ja. 1, 2, 3, 4. Energy card. Rusted Sword. Luxio. Twaki. Twaki is hunting us. Chewtle. Morpeko. Reverse holo. Morpeko. Cagnia. Horsey. Covent. En we hebben de Twaki reverse holo. En een Manaphy non-holo hit. Ai, dat is jammer. Aan het einde. Dat had zo lekker geweest als daar nog een V-Max in zat. Dat had zo lekker geweest. Helaas, helaas. Ik ga even de hits laten zien die we hebben gekregen. Even kijken. We hebben hier de Thievul. De Tessidui. Do-I. Tessidui. Holo hit. Frostmoth holo hit. We hebben de Buizel, Dartrix, Rotom, Chewtle, Professor Research, Morpeko en Twaki reverse holos. Evengoed nog steeds een hele hoop hits hoor. We hebben natuurlijk die gave Dottler. Shiny kaart. Die heb ik nog niet gezien eerder. Dan hebben we de Shiny Ditto-V. We hebben de Falinsk Shiny V. Full Art. En we hebben de All Creamy V. En die doe ik allemaal bij jouw pak. Ik zal even je pak erbij pakken. Hoppa. Kunnen we ook nog even kijken welke je op die andere had. Oh ja, dat was deze. Die is ook wel gaaf. Die was ook wel gaaf. Oké, even kijken. Pakje erbij. Alles erin. Met de shiny. En de pulkstapels. Het is een aardig pak zo hoor. Je hebt een aardig pak zo voor elkaar, Daisy. Hoppa. Met de toploaders natuurlijk. En mijn businesskaart, die zit er al in. Die is sowieso voor jou. Ik zal even dubbel checken of die erin zit. Ja, hij zit erin. Top. Die zit erin. Hoppa. Je naam staat erbij. Stuur me een berichtje, Daisy. Met wanneer je hem kan opkomen halen. Dan zorg ik dat ik ze apart hou voor je. Geen enkel probleem. Het is ook
erg druk tegenwoordig met die corona en de tijdstippen. Jouw pakketje is ready voor jou. Dan gaan we door naar Xander. Xander, jij hebt 5 Shining Fates gekocht. 5 Shining Fates. Oh, 5 Shining Fates. Die gaan we openmaken. Heel erg bedankt Daisy voor het meedoen. Blijf in de livestream als je het leuk vindt. Kijken wat we nog poelen. En mocht je toch nog geneigd zijn om iets te willen kopen, dan kan het altijd nog. Ik heb nog Darkness Ablaze beschikbaar. Ik heb ook nog een Shiny. Mocht je dat leuk vinden. Ik heb ook nog een Elite Trainer Box. En ik heb ook nog een Champion Path Box liggen. Dus let me know. Xander. Here we go. Ik ga denk... Oh, nee, daar is hij al. Ik wilde net zeggen, ik ga bijna die schaar halen. Top. Bang. Oh, sorry. Ik heb hem nog niet laten zien. Xander, wil je... Oh, die wilde je niet, hè? Je wilde alleen de hits. Dat was het. Dus ik mag hem laten zien. Phew. Ging bijna de fout in. Oké, komt-ie. 1, 2, 3, 4. Ik ben helemaal van het padje af. Ik ga even wat drinken. Proost, jongens. Keep hydrated. Stay hydrated. Oké, komt-ie. Energy card. Rotom. Rusted Sword. Luxio. Shinx. Coffin. Trapinch. Rowlet. Chewtle. Yama Reverse. Oh, ik zie wat. Xander, ben je er klaar voor? Oh, we hebben de Crobat VMAX Full Art. Oh, Daisy, je mist er eentje na. Op eentje na. Anders had je die Crobat gehad, VMAX. Xander, ik gun het je van harte. Ik vind hem super vet. Eerste pool. Meteen een Crobat VMAX. Lekker bezig. Ze zitten er wel in, jongens. Ze zitten erin. Hoppa. Oef. Wat een nette kaart is dit, zeg. Wat een vette kaart. Gaaf. En dat was je eerste. Je hebt er nog 4 te gaan. Ik zie alleen dat mijn telefoon leeg begint te raken. Ik moet even een kabeltje erin pluggen. 2 seconden hoor. 2 seconden. Even een kabeltje erin. Even kijken. Zo zou die moeten staan. Blijft die zo staan? Hij blijft zo niet staan. Even kijken. Ik moet deze even laten staan. Doorgaan. Als ik mijn kalletje ernaast zet. Blijft die zo staan? Ik vind hem eng dit. Ik vind hem een beetje eng dit. Maar hij staat. Dat is belangrijk. Toch? Hoeveel heb ik nog van Shining? Ik heb nog 1 pakje van de Shining hier. En anders wordt het een ETB. Dus dan moet je een Shining Fates Elite Trainerbox halen. Dus dat ligt helemaal aan jou, Daisy. Als je denkt, ik wil toch verder gaan. Ik snap het. Ik snap het helemaal. Ik volg je. Ik vind het echt jammer dat deze niet bij jou zit. Maar Xander, lekker bezig, man. Lekker bezig. Oké, op naar de volgende pack. Nog 4 te gaan. De Shining Fates is 110. Ik heb ze gekocht voor 105. Dus ik doe er 5 euro bovenop. En het...
Ik weet niet, man. Ik dacht eerst, ik ga stoppen tot mijn batterij op is. Maar ik heb gewoon een kabel erin geplucht en nou doet hij het weer. Dus we kunnen weer door. 1, 2, 3, 4. Xander. Doe je met ons mee? Komt-ie. Dartrix. Ballguy. Kom op, Ballguy. Give your fucking power. Doe het. Cremorant. Spinarak. Rowlet. Morpeko. Nickit. Eevee. Oh! We hebben een shiny Centicorts. Nice. Is het dubbelbanger? Ah, de Manaphy non-hollow hit. Centiscorts. Shiny. Nice. Doe maar eens hard. Ja, nou, die wil ik ook wel. Ja, sorry Daisy, ik heb ze niet meer los. Anders moet ik die Elite Trainer boxen gaan openen. En die hebben mij helaas meer gekocht dan dat ik de pakjes heb. Ik heb er nog eentje. Dus ik wil best deze met je openmaken. Als je denkt van dat gaat hem worden. Die wil ik best met je openmaken. Anders wordt het echt een Elite Trainer box. Ja, zit er ook 10 in inderdaad. Klopt. Dus ja, in principe. Als je een Elite Trainer box. Het is wel iets duurder dan de kaartjes los. Maar dat is op zich ook wel logisch. Nice. We hebben deze. Shiny, shiny kaarten. Shinies zijn altijd goed. Die is ook voor jou. Hoppa. Dan heb je er nu nog 4. Nog 4 om te openen. Kijk. Nou, als je hem voor 15 verkoopt, 20, dan heb je in principe je geld terug. Toch? Dat zou mooi zijn. Oké, Xander. Komt-ie. Hoppa. Bam. 1, 2, 3, 4. Ik ben zo excited. We hebben echt al een paar vette pools gehad, hoor. De Water Energy. Luxio. Floatzel. Dartrix. Cassifleur. Snam. Trapinch. Nickit. Buzel. En we hebben de Grookie Reverse Holo. Met de Celebi non-holo hit. Nice. Non-holo hit. Maar toch een mooie, mooie kaart. Ik heb een deel gemist. Moest mijn MB aanvullen. Ja, in principe heb je natuurlijk bij die Elite Trainer Box. Heb je deze mooie Eevee VMAX. Die zit er standaard bij. Deze is van mij. Die mag je niet hebben. Maar in de ETB zit sowieso deze ook. En als die goed gecenterd is. Dan heb je waarschijnlijk al 10 tot 15 euro. Sasje zegt zelfs soms 15 tot 20 euro. Dus dan heb je sowieso je ETB terugverdiend. Mocht je dat toch willen doen. Let me know. Ik sta er altijd voor open. Ik heb er nog een paar. Even kijken hoeveel ik er nog heb. Nog 4 Shining Fates boxen. Elite Trainer boxen. En nog 1 Elite Trainer box van Champions Path. Oké, Xander. Komt-ie. Top. Eén, twee, drie, vier. Rotom. Rusted Sword. Floatzel. Trapinch. Yama. Coffin. Horsey. Morpeko. Oh, we hebben de Kyogre. Amazing Rare. Jezus Christus, man. Ik weet het niet hoor, Xander, maar je gaat echt lekker, man.
Centiscourse, Kyogre, Amazing Rare, Crobat VMAX. Deze heb je... Oh, wacht. Ik moet er nog eentje doen. Sorry. Ah, de Dreadnought. Deze, die hunt ons echt, jongen. Die komt zo vaak als laatste. Oh, maar deze is wel echt super, super, super mooi. Super mooi. Hoppa. Nice. Amazing rares. Gruwelijke kaarten. Ik vind het ook wel gaaf dat ze dat tekentje hier, dat logotje, dat die dus ook in dezelfde artwork is als de kaart zelf. Deze heb je hem gekocht? Ik ga het zo kijken voor je. Ik ga het zo kijken voor je. Even kijken, even kijken. Eerst deze netjes wegleggen. Xander, ben je er nog bij? Leef je nog? Ben je rondjes aan het rennen? Ik zal even mijn tablet openen. Ik zie inderdaad een PayPal. 110 euro ontvangen van Daisy Aztec. Je gaat ervoor. Nice. Ik ga zo meteen voor jou die ETB openen. Alright. Komt-ie, Xander. We gaan die zaar trekken. We gaan hem. We gaan hem nu poelen. Ik voel het. We gaan hem nu poelen. Ja, hij is altijd verstopt. Het is echt een... motherfucker. Daisy, we gaan zo meteen jouw Shining Fates Elite Trainer Box openen. 10 packs. Nou, daar moeten toch wel goede hits uitkomen. We hadden net voor Sasha hadden we ook echt gruwelijke hits uit die Elite Trainer Box. Dartrix. Gym Trainer. Ja, Team Yell Tower. Covent. Cassifleur. Snam. Coffin. Ik hoop dat hij bij jullie allebei komt. Dat zou echt heel gruwelijk zijn. Oh, we hebben Jamper. Nog een shiny hit. Oh my god. Xander, je hebt echt een goede pack, man. Oh, en nog een EDD. Holo. Hey, het is ook een holo bleed. Het lijkt wel alsof elke kaart zo is, man. En je hebt die shiny. Lekker bezig, man. Lekker bezig. Ik ben echt blij voor je, man. Ik ben echt, echt ontzettend blij voor je. Die shinies zijn zo vet. Jamper. Getting pampered. Laatste pack, Sander. Laatste pack. Is dit degene die je gaat trekken? Gaat dit hem worden? Gaat dit hem worden? Gaat dit hem worden? Ik weet het niet. We gaan het zien, we gaan het zien. Eén, twee, drie, vier. Oh, ik zie dat ik onscherp ben. Oké. We hebben de Electric Energy. Rusted Shield. Floatzel. Twakkie. Trapinch. Buzel. Coffin. Hello, Coffin. Shinx. Crookie. Komt-ie. Nickit Reverse Holo. En wat zit erachter verstopt? Oh, we hebben de non-holo hit. Het is niet altijd feest bij Xander. Bij de Poketable. Poketable. Lekker bezig. Lekker bezig. Hebben we het nog allemaal naar ons zin? Is iedereen nog aan het genieten? Kijkt iedereen nog mee? Oké. Reverse. Holo. Oh, daar gaan we weer. Inzoomen. Inzoomen. Oh, dat ben ik zelf. Jullie zagen even een mooie baard die tevoorschijn kwam. Indeedy. Crookie. Yama. Nou, je hebt nog wel twee coole shinies. Je hebt natuurlijk die
Crobat VMAX en de Kyogre. Dat is hem. Laat me weten welke je wilt opgestuurd hebben. Ik kan ze allemaal opsturen. En als je dat leuk vindt. Als je denkt van, nou dat hoeft voor mij allemaal niet. Laat me maar weten wat je wilt hebben. Ik stuur ze met liefde allemaal naar je op. Volgas voor Daisy. Elite Trainer Box. Je mag meezingen thuis. Niet te hard. Niet de buren wakker maken. Maar je mag zeker meezingen. Daisy, daar is hij dan. Shining Fates. Let's go. Let's go. Hoppa. Ik hoop het. Daisy, ik gun het je 100%. 100% dat ik het je gun dat je deze gaat poelen. Dat zou geweldig zijn. Als we dat kunnen. Ah, nice, Xander. Top. Ik ga het zo meteen kijken. Want mijn telefoon is een beetje aan de opperkant. Hij wordt gelukkig bijgeladen. Maar ik laat hem lekker met rust. Ik ga voor Daisy verder openen. Ah, ik vind het muziekje wel echt top hoor, dit. Wij hebben voor Daisy de spulletjes. Wij hebben ook voor Daisy deze gruwelijke VMAX. Laat even weten, Daisy, of je hem zo wilt hebben. Of dat ik hem in een sleeve en een toploader doe. Laat maar even weten. Hij is best goed gecenterd eigenlijk. Goeie printerend geweest. Laat maar weten of je hem in een toploader wilt. Of dat je zegt van, nou, laat hem maar in de pack. En dan heb ik hier natuurlijk het belangrijke van allemaal. Je hebt hier ook nog je sleeves. En ik zie hier ook nog een kaartje. Nope. Ja, we gaan voor de sleeves. Oké. Je Shining Fates. Ik ga ze vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is dit... Zie je dat? Er zit maar één Charizard in. Zie je dat? Dat is een teken. Dat is het teken. Dat moet het teken zijn, toch? Dat moet het teken zijn. Ik ga zorgen dat hij in de... Niet altijd, ze werken niet altijd mee, maar ging wel open. Eén, twee, drie, vier.
Zullen we een beetje sneller doorheen gaan voor je? Gezien je al zo lang erbij bent. Luxio, Covent, Crookie, Puzzle, Yama, Trapinch. We got the Rowlet Reverse en de Zarude. The Rude. Matrix, Eldegoss, Gym Trainer, Puzzle, Shinx, Coffin, Trapinch, Rowlet. Oeh! We hebben een Swanna Shiny. Vet, hé? Die had ik nog niet gezien. En we hebben de Volcanio na een Hollow Hit. Shinies are good. Shinies are good for us. Shiny, shiny. Wanneer ga ik alles verzenden? Oh, ik hoop eigenlijk morgen. Ik hoop dat ik morgen daar al de tijd voor heb. Ik heb verder niks gepland. Dus als het goed is, kan ik morgen alles al op de post doen. Er zal waarschijnlijk het weekend ertussen zitten. Maar dat is niet erg. Dan zou je het volgende week... moeten ontvangen, toch? Daar gaan we. Daar gaan we. Daisy, kom op. We moeten hem poelen. We moeten hem poelen, Daisy. Gym Trainer, Cramorant, Tropius, Morpeko, Coffin, Gossifleur, Rowlet, Covent, Yama, Reverse Holo, oeh, en een Frostmot, Hologram. Blijven mooie holograms hoor, eerlijk is eerlijk. Blijven mooie holograms. Maar geen Charizard. Het is geen Charizard. Carlos Penning, welkom. Wat zou je willen? Ik heb alleen nog Elite Trainer Box. Of ik heb die pakjes van Darkness Ablaze voor 7 euro. En als je in Nederland woont, dan is de verzending 6 euro. En in België is het 9 euro. En dat komt omdat ze in pakjes worden verzonden. Dus voel vrij om te laten weten wat je wilt. En de betalingen... Stuur me even een messengerbericht. Mocht je wat willen kopen, dan reageer ik erop via de tablet. Of je kan naar mijn PayPal-account, dat je hierboven ziet. Mag je het ook overmaken of naar mijn rekeningnummer. Laat me weten wat je wilt. Alright. Daisy, daar gaan we.
1, 2, 3, 4. We hebben de Electric Henry. De Shining Fates. Ik heb helaas de Hidden Fates heb ik niet kunnen bemachtigen nog. Die staan echt te prijzig op internet helaas. Ik ben wel bezig met een website. En ik ben ook bezig met een wholesale account. Dus binnenkort kan ik alles aanschaffen voor leuke prijzen. En ook weer doorverkopen aan jullie, aan mijn followers, voor leuke prijzen. Maar we gaan nu even verder met Daisy. Eldegoss. Cramorant. Ballguy. Oeh, Ballguy. Ballguy. We hebben Cacnea. Gossifleur. We hebben Snom. Die lijkt op een piep. Ballguy. Trapinch. Nickit. En we hebben Grookey. Reverse Holo. Met een Professor Research. Die Grookey Reverse Holo, die hebben we echt al zoveel gehad vanavond. Die hebben ze echt te vaak erin gedaan. Ik vind dat er meer Charizards in moeten. Ik denk dat iedereen het met me eens is. Maar we hebben wel Ballguy. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs te gaan. Waaronder de Charizard. Daar komt hij. Hoppa. Oh, verkeerd om. 1, 2, 3, 4. Kom op Daisy. Let's have a good one. Energy card. Rusted Shield. Eldegoss. Cramorant. Gossifleur. Daisy. Top. Die kan ik leuk vinden. Dat kan ik straks terugzien. Dankjewel Robin Massert. Ik had al een tip gekregen van een van onze andere volgers. En dat was door het heen en weer schudden van de voorkant. Dat helpt al een hoop. Maar Daisy. Ik heb goed nieuws voor je. Want in deze pack zit iets moois. Ik zag hem. Trapinch, Nickit, Buzel. Zie jij wat ik zie? Oh shit! Laat hem alsjeblieft erin zitten. Oh, we hebben een Lapras VMAX. Wow, die is vet. Oh, we hebben er nog één. En een Indeedee V. Double banger. Wow, yo, deze is vet, hé. Kijk dan, wat een kaart, hé. Lapras VMAX. Shiny. Full art. Wow, yo, deze is echt vet, man. Deze is echt dik. En de Indeedee V, ook nog. Double banger. 1 pack. Ah, oh, ik zei het toch? Ik zei het toch, Ballguy? Ballguy is de man. Ah, oh, wat lekker, zeg. Ik ben blij voor je, Daisy. Ik ben blij dat ik er zo eentje voor je pool. Was het toch een beetje de moeite waard? Ik ga hem ook meteen in een toploader doen. Hoppa. Deze is ook voor jou. Lekker zeg. Wat lekker zeg. En de V ook in de sleeve. Kijk, daar worden we nou blij van. Dat maakt zo'n avond toch wel weer lekker, hè? Als je dan zo'n pool eruit trekt. Oh! En we hebben nog 5 packs te gaan. We hebben nog 5 packs te gaan. Hé, dit ging toch best soepel, Robin? Top! 1, 2, 3, 4. Hopla. Energy. We hebben Floatzel. Rusted Sword. Die hebben we ook al 1000 keer gezien vandaag. Dartrix.
Horsey. Snam. Morpeko. Cagney. Spinnerack. Gaan we van een double banger naar een double pack? Oh, Morpeko reverse holo. Zit er nog iets achter? Ah, oh, boss's order. Hij pakt ons altijd, hè? Hij pakt ons altijd. Maar we hebben wel de Hamtaro. Hamtaro reverse holo. Worden we al gek van het muziekje? Worden we al gek van het muziekje? Ik wel een beetje. Ik ga het zo veranderen. Anders heb ik straks nachtmerries. Gotta catch them all. Hamtaro. Gym trainer. Luxio. Tartrix. Tutel. Eevee. Nickit. Horsey. Snam. Looks like a... Ball guy! Hey! Reverse holo ball guy. Zit er nog iets achter? Ah, oh, boss's order. Again. Maar we hebben wel een reverse holo ball guy. Dat kan iets goeds betekenen in een volgende pack. Reverse holo ball guy. Ga je ons wat geven? Ik hoop het. Ik hoop het. Even kijken. Daar gaan we. We hebben hier deze. Hoppa. 1, 2, 3, 4. Gym trainer. Cramorant. Rotom. Rowlet. Morpeko. Spinnerack. Snom. Crookie. Oh, en we hebben nog een shiny. The ball guy has done it again. Mr. Ball Guy. Mr. Ball Guy. Wat zit erachter? Oh, en nog een holo hit ook. Rillaboom holo. Rillaboom holo hit. Maar we hebben weer een shiny erbij. Dat is een goed teken. Shinies zijn lekker. Het is een aardige stapel commons die je hier hebt, Daisy. En we hebben er nog twee. Welke wil je als eerst openen? Deze, links of rechts? Het zijn de laatste twee van de Shiny Elite Trainer Box. Gaan we voor de Charizard? Of doen we die als laatst? Zeg het maar. Zard laatste. Dat was een teken, hè? Het was gewoon een teken. Ik voel hem. Het was gewoon een teken. Oké. 1, 2, 3, 4. Oké, kom op. Give us something good. Give us something good. Twaki. Floatzel, Tropius, Yama, Morpeko, Caffin, Gossifleur, Cagney. Oh, we hebben nog een shiny V. Full art, nice. Lekker zeg. Wat zit erachter? Ah, dan ben ik V. Maar dude, check deze. Vet, hé. Je hebt echt een paar vette hits. Ik ben zo blij dat je die ETB nog hebt gedaan. Oh, wat mooi, man. Dik, 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 dik. Ik ben 31. En ik word helemaal hype voor een fucking Pokémon kaart. Nice. Kijk dan. Vette hits. Nice, nice, nice. Centiscorch V. En we hebben er nog één.
Come on, Charizard. Gooi het in de chat, jongens. Hashtag Charizard. Hashtag Zard. Hashtag Zard, kom op. We moeten hem hebben. We moeten hem hebben gewoon. We moeten die Zard. Die vet Zard. We moeten hem hebben gewoon. Come on. Hashtag Zard, kom op. Oh, ik hoop zo dat hij erin zit. Ik hoop zo dat hij erin zit. Dit zou moeten zijn dan, toch? Dit zou moeten zijn. Als dit hem is, is de centering is op zich best mooi. Oké, kom op. Let's go. Let's go. Oh, we hebben ook een Ballguy. Ballguy is playing the game with us. Come on, Zard. Dartrix. Eldegoss. Rowlet. Cuffant. Spinarak. Snom. Horsey. Gaat dit hem zijn? Zerud is on fire. Reverse, come up. Celebi. Why do you do this to us, Celebi? Where's the Zard? Oh, geen Zard. Maar nog steeds vette hits. Je hebt nog steeds een goede pack. Ik ben nog steeds heel erg blij voor je. En ik hoop dat je het ook erg leuk vond. Ik hoop dat je blij bent met wat je hebt gekozen. En ik hoop dat je plezier hebt gehad om het samen met ons te openen. Ik ben je heel erg dankbaar in ieder geval. Je hebt een mooie ETB. Zeker weten. Ik ga zorgen dat alles bij jou in de pack komt. Nou ja, we kijken of ik nog even een recap kan doen. Dat is een hele goeie, Sascha. Ja, ik zou ook maar gaan slapen. Het is misschien ook een goed idee om voor mij te gaan slapen. Nou, ik wil hem nog aankijken tot 1 uur. En dan, als ik dan echt niks krijg, dan ga ik ook maar slapen. Dus tot 1 uur blijf ik live. Mochten jullie mee willen doen. Tot 1 uur ben ik live. Kijk, Daisy. Je had al een flink pak. Met de Pokey Roos. 5 uur. Ga slapen, man. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat je straks te laat komt. Omdat je met mij en de rest Pokémon kaart aan het openen was. Al is het wel echt heel gezellig, jongens. Ik vind het erg leuk. Ja, dat kan ik zeker doen. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen om het te proberen te onthouden. Ik ga sowieso... Ja, sowieso. Sowieso zit Bruce in je pack. Pocket Bruce. Nou, dat is een goed teken. Nooit te laat is een goed teken. Oké, Sascha. Je hebt een flinke stapel gecreëerd. En ik zal... trouwens, die andere kaarten moeten er nog bij. Er moet nog meer bij. Ik ga even een kleine recap doen, zodat je weet wat je hebt. Bam. Even kijken, zo. Zerud, Ballguy, Morpeko, Grookey, Yama, Rowlet Reverse. En dan hebben we de Holo Hits. Even kijken of die eruit krijgt, zo. We got the Rillaboom Holo Hit en de Frostmoth. En dan hebben we deze Shinies. Morgan, we hebben de Indeedee gewoon. Of althans gewoon. Full Art V. En we hebben de Swanna. Ik heb deze nog niet eerder gezien.
Dus dat is een gave hit. En dan hebben we ook nog de Big Bangers. Senti Scorch. V-Shiny. Full Art. Je got de Lepers V-Max. Dat is echt een hele vette kaart. Shiny V-Max Full Art. En we hebben natuurlijk de Eevee V-Max die in het pak erbij zit. Gruwelijk. Gruwelijk. Carlos, laat in de chat weten of je er klaar voor bent. Hashtag Shining Fates. Gooi hem erin, jongens. Hoe meer chats, hoe beter. Ja, het is echt een hele interessante plek. Ik heb er 6 jaar fulltime gewerkt. Dan maak je wel wat dingen mee daar. Maar het is wel een levendige buurt. Er is altijd wat te beleven daar. Dat maakt het ook wel weer Amsterdam. Let's get it, Carlos. Let's get it. Let's make some more rubbish. On the ground. En hier is hij dan. We hebben hier je boekje, Player's Guide. Zo, deze. Moet even erbij leggen bij de andere. Hoppa. Carlos. Fingers crossed, bae. Okay. Here we go. Wij hebben het kleine boekje. Wij hebben de spelletjes. Heel belangrijk. Meest belangrijk. Deze Shining Fates. Die leg ik nog even neer. Dan hebben wij tussen deze kaart in hebben wij de Eevee V-Max. Ik zal hem voor je sleeven. Aangezien dat het meest verstandig is. Ik zal ook even kijken of hij een beetje gecenterd is. Kijk dan. Dit is gewoon PSA 10, hè? Dit is gewoon een PSA 10. Althans, ik mag dat natuurlijk helemaal niet zeggen, want ik werk niet bij PSA, maar als dit geen PSA 10 is, dan weet ik niet meer welke kaart het wel is. Kijk dan, wat een strakke kaart. Hè? En dan zijn we nog niet eens begonnen. Dit is gewoon een packer. En daar zit hij er al in. PSA 10. Ah, jammer. Nee, dat gaan we niet doen. We zijn er heel voorzichtig mee. Ik ga er meteen een toploader omheen doen, want ik word helemaal zenuwachtig. Laat even in de chat weten wat de Eevee V-Max PSA 10 doet. Ik ben benieuwd of die er al zijn. En als ze er al zijn, wat doen ze qua prijs? PSA 10 V-Max. Oké, ik doe hem er gewoon weer tussen. Ik heb hier nog een leuke kaart. Dan heb je de sleeves, die zitten erbij. Je hebt ook nog de energy kaarten. Een heel pak. Inclusief de separators. En je hebt natuurlijk de spelattributen. Oké, dan. Deze aan de kant. Carlos. De Poketable. Ik hoop dat die jou geluk geeft. Ik hoop dat Pokebruce jouw kaarten poelt die je wilt hebben. 540? Holy fuck! Nou, als dat zo is, dan Carlos, ik gun het je van harte, man. Dat zou echt heel dik zijn. Als je die laat graden en je haalt 10 gem mint, dan krijg ik een gratis energy kaart van je. Oké, jongens. Daar gaan we. Eerste pack. Shining Fates. Van Carlos. Carlos. Let's go.
Serieus? What the fuck? Wat een geld, hè? Wat een geld voor een paar Pokémon kaarten. 4 van achter naar voor. Zie je dat deze ook al goed is? Ja, omdat die veel gepoeld wordt natuurlijk. Al die dozen worden geopend. Oké, zijn we er klaar voor? Hashtag ready? Carlos, hashtag ready? Fingers crossed, hashtag ready, let's go! 3, 2, 1, let's go. Luxio. Gym Trainer. Twaki. Coffin. Trapinch. Rowlet. Chiltle. Wat wordt de first hit? One more Pico. Amtaro in the building. Oeh, we hebben meteen een fucking holo. Hologram shiny. We hebben de hologram shiny Snam. En een Volcanio na een holo hit. Maar we hebben de eerste shiny meteen binnen. Eerste pack, first pack. First pack never disappoints us. First pack. Lekker. Oké, dat was de first. Nog 9 te gaan. Ja, dat stopt, Carlos. Daar doen we het voor. Hoppa. Eén, twee, drie, vier. Water Energy. Rusted Shield. Rotom. Cramorant. Coffin. Trapinch. Rowlet. Chewtle. Morpeko. Hamtaro in the building. En we hebben de Reverse Gossifleur. Wat is de tweede? Oeh, en we hebben een holo Decidueye. Ik zeg het elke keer fout. Decidueye. Nice. Een reverse en een holo hit. Ik moet zeggen dat de holo hits tegenwoordig vind ik gewoon echt vet. Ik bedoel, als je dat vergelijkt, laat het even vergelijken met de Blastoise. Oh, alles valt om, natuurlijk. Ik bedoel, het is wel vet, die stelletjes. Maar eerlijk, dit is toch veel gaver. Ik weet het niet. Ik vind hem vet. Ik ga snel even alles terugzetten. Anders. Deze ook gaaf, hè? Kan ze goed tekenen, die vriendin van me. Oh, wat kan ze dat toch goed. Oké. Packs, daar waren we mee bezig. Shining Fates. Een near mint first edition unknown. Ik heb wel een first edition unknown. Maar volgens mij is die in slechte kwaliteit. Ik ga zo even kijken voor je, man. Maar eerst gaan we 4 van achter naar voren doen. Oké, energy. Rusted Shield. Aldegross. Tropius. Trapinch. Snam. Nickit. Puzzle. Shinx. En we hebben Team Yell Towel Reverse Holo. Oeh, en een Professor Research non-holo hit. Maar we hebben wel de Reverse. Non-holo hit. Maar dat betekent dat alleen maar de goede er nog aan moeten komen.
We hebben de Charizard hier. Kom op. Open. Dan doen we het maar zo. De ouderwetse manier. VMAX Charizard. Let's go. VMAX Charizard. Let's go. Cramorant. Ballguy. Oeh, Ballguy jongens. Dat is mijn lucky charm, hè. Ballguy is of dit pak goed, of het volgende pak is goed. Maar Ballguy zit nooit mis. Dartrix. Horsey. Covent. Tuttle. Yama. Morpeko. Oeh, Morpeko. Reverse holo. En. Oh, Volcanie. Volcanio. We hebben wel de reverse Morpeko. Hamtaro in de building. Hamtaro. Oké, okay, let's go. Come on, Charizard. Show your face, Charizard. Show your face. Show me your face. Deze pakjes gaan moeilijk open. Daar is hij. Top. Deze pakjes gaan moeilijk open vandaag. Ja, dus hij moet hierin zitten, want Ballguy zat in de vorige. Dus dan moet hij erbij zitten. Althans, een goede pool. Dat moet sowieso in deze pack zitten. Want Ballguy heeft het nooit mis, toch? Of gaat hij ons nu falen? Nee, toch? Oké. Okay. Fire Energy. Kinderslot. Echt hoor. Hoe hebben we dat als kind ooit opengekregen? Nee, echt. Morpeko die komt echt te vaak. Komt echt te vaak. Tropius. Oeh, Eevee. Gossifleur. Tuttle. Morpeko. Morpeko. Oh, Cacnea. Professor Research. Reverse holo. En we hebben een Luxray hologram. Wel vette kaart trouwens hoor. Een soort 3D man. Dik. Ja. Wisten wij veel toen. Echt hoor. Ik heb gewoon... Ik heb denk ik wel first editions opengetrokken lijkt me hoor. Ik heb eigenlijk geen idee of ik dat heb gedaan. Maar ik heb in ieder geval niet zo naar gekeken zoals ik nu doe. Oké, jongens. We hebben er nog 5. We hebben er nog 5. We moeten even een paar big hits hebben. Want het is nog een beetje matig dit. Carlos. We moeten nog even een paar goede hits hebben. Oké, ik ga hem weer ouderwets openen. Want... deze. Oh, daar komt hij al. Daar is hij al. Ja. Inderdaad, hé. Zo ging dat vroeger, ja. Ja, dat is wel waar. Als we dat toen hadden gedaan, dan was de Pokémon-waarde helemaal niet zo hoog geweest, denk ik. 1, 2, 3, 4. Oké. Let's go. Let's go. Team Yell Tower. Rusted Shield. Eldegoss. Eevee. Gossifleur. Tuttle. Morpeko. Cacnea. Oeh, nice. We hebben een shiny hit. We hebben al 2 shiny hits. Nu moeten ze komen. Nu moeten ze komen.
En Professor Research blijft ons achtervolgen. Maar we hebben de Sobble Shiny Hit. Nu komen de big hits. Het moet. Het moet nu komen. Ik wil gewoon de Charizard poelen. First livestream. En dan de Charizard poelen. Dat zou toch geweldig zijn? Dat zou ik echt leuk vinden. Dat zou ik echt leuk vinden. Oké. Okay. Ik hoop het. Carlos, ik hoop dat ik die Charizard voor je poel. Ik vind deze pakjes, ik vind ze niet leuk. Er zit echt een kinderslot op. Normaal moet je hier, daar is. Kijk. Weet je wat? Weet je wat? Ik ga een ander muziekje op doen. De muziek is te kalm. We moeten meer hyped. We moeten hyped hebben. YouTube, let's go. Welke hadden we aan het begin? Pokémon. Root. Zijn jullie klaar voor? Top. Nu kunnen we weer tegenaan. Laatste drie packs. Laatste drie packs. Kom op, laatste drie packs. Ah nee, wacht. Ik heb er hier nog één. Laatste vier packs. Excuses. Laatste vier packs. Ik sloeg er bijna eentje over. Zeg je dat? Oké. Okay. Horsey. Ik doe het helemaal fout. Ik ben helemaal van mijn apropos af. 1, 2, 3, 4. Toch? Ja. Oké. Oké. Okay. Let's go. Tropius. Luxio. Gym Trainer. Horsey. Rowlet. Spinarak. Morpeko. Nickit. Twacky. Reverse Holo. En de Celebi non-holo hit. Maar het is en blijft gewoon een vette kaart. Eerlijk is eerlijk. Het is en blijft een vette kaart. En we hebben de Twacky reverse holo. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik ben serieus een beetje teleurgesteld in de hits. Carlos. We hebben er nog drie. We hebben er nog drie. Oh. Oké. Okay. Let's go. Let's go. Nou, deze pakjes zijn echt... Misschien is het tijd om naar bed te gaan. Misschien is dat het wel gewoon. Ja, Carlos, ik... Nou, weet je wat? Als we nu uit deze drie packs geen goede hit pakken, dan zorg ik dat ik er wat speciaals bij doe voor je, ja? Dat gaan we regelen. Komt goed. Geen probleem. 1, 2, 3, 4. Ze moeten er nog zijn. We hebben nog drie packs. Moet kunnen. Het moet kunnen. Oké. Okay. Hashtag Big Hit. Kom op jongens. We zijn met 7 man aan het kijken. Ik wil op zijn minst 3 keer hashtag Big Hit zien. Het moet.
Drie keer hashtag big hit. Moet gewoon in het moet gewoon in dit pak zitten. Er moet gewoon iets in zitten. Kom op, jongens. Hashtag big hit. Ik wil hem drie keer zien, kom op. We kunnen het. Carlos. Twan, lekker, big hit. Dit is nummer 1. Let's go. Drie keer, kom op. We kunnen het. Big hit, hashtag big hit. Sam, oké, ik tel hem. Ik tel hem. Rusted Sword. Dartrix. Oh, Ball Guy. Ook nog Ball Guy. Ja, dit kan niet meer fout gaan. Er moet gewoon een hit in zitten. Horsey. Spinarak. Rowlet. Morpeko. Nickit. Come on. Oh! Oh, je hebt gewoon... Oh, mensen. Dit is toch... Ik zei het je. Hashtag big hits. PSA formulier klaarzetten. Let's go. Oh my god. En hij is nog gecent het ook. Dude. Je hebt gewoon je geld terug. Klaar. Je hebt gewoon je geld terug. Carlos. Eternatus V. Gold. Dude. Oké. Hebben we nog een dubbel hit? Oh! Oh shit! Oh! Oh my god! Je hebt gewoon een... Dude, dit is echt een... Je hebt een Delmais VMAX. Full Art. En een Eternus V. Dit is een insane pack. Hashtag big hits of zo. Oké, ik ga snel een sleeve eromheen doen. Oké, dat is 1. Kijk die kaart dan. Wat een ding, hè? Oh my god, hé. We pakken gewoon 2 big hits eruit, hé. Ongelooflijk. We zeiden het. Ball Guy zat erbij. Oh my god. Carlos. Let's go. Let's go at the poker table. At the poker table. Dude, ik ben zo blij voor je. Ik ga er snel een toploader omheen doen. Ik ben helemaal shaky, zie je dat? Ik ben helemaal trillerig. Dude. Je hebt gewoon je geld terug. Klaar. Je hebt gewoon je geld terug. Ik ben zo blij voor je, man. Carlos, ik ben zo blij voor je. Ik was bang dat ik je moest teleurstellen. En we pakken gewoon een double banger big hits eruit, hé. Ongelooflijk. Hoe verklaar je dat dit in één pak zit? Dat is toch ongelooflijk. Ball Guy. Thank you so much. Ball Guy. Ongelooflijk, hé. We pakken hem er gewoon uit. En hij heeft nog 2 pakjes. Ja, inderdaad. Hij heeft er nog 2. Oh, jongens. Als ik hier die Charizard uitpoel. En die Shiny en die Eevee. Oh my god. Oh my god. Ik ben zo blij voor je. Aan het eind van de avond nog even
De double banger. Lekker. Oké. Okay. Let's go. Let's go. Het kan niet beter worden. Klaar. Het kan niet beter dan dit. Ja, als die charger erin zit, maar... Oh, gym trainer. Floatsel. Team Yell Tower. Towel. Crookie. Trapinch. Yama. Coffin. More Pico. Fucking haunting. Haunting us. En we hebben de Cramorant Reverse Holo. Manaphy. 110 man. Ik ga mijn prijs omhoog doen met deze hits. Oh, wat vet hé. Echt heel vet. Manaphy, non-holo hit. Maar de Cramorant Reverse Holo, die zit er wel in. En dan hebben we de laatste pack. Laatste pack. Carlos, ben je er klaar voor? Last pack magic. Moet die wel open gaan, hè? Nee, deze gaat ook niet open. Dan doen we het ouderwetse manier. Oh, daar gaat hij al. Ja, 110. Ik heb er zelf 105 voor betaald. Ik ben echt opgelicht. Maar ja, ik heb ze wel. En we hebben er wel weer een leuke avond van gemaakt. Dus, is niet verkeerd. Is niet slecht. En we hebben Carlos super blij gemaakt net. Die staat nu rondjes te springen in zijn huis. De buurman wakker gemaakt. Anders ik wel. Laatste pack. Oké. Grass Energy. Let's go, Carlos. Rested Shield. Rotom. Floatzel. Crookie. Trapinch. Yama. Coffin. Morpeko. Oeh, en we hebben nog een shiny. We hebben gewoon nog een shiny. Shiny Impidimp. En we hebben de Dreadnought non-holo hit. Maar we hebben er nog een shiny bij. Top. Toppie, top, top, top. Oh. Ja, ze gaan ook volgens mij in de verkoop. Ik heb nu zo'n account aangemaakt. Dus er is grote kans dat als ze weer geleverd worden, dat ik ze ook kan bestellen en pre-orderen. Gewoon voor 60, 65, 75, ik weet het niet. Gewoon voor die normale prijs dat hier in de retail ligt. Ik heb ze alleen zelf voor 105 moeten kopen. Ik heb toen een case gekocht van 10. En ik heb er zelf 2 geopend, wat ontzettend leuk was. Alleen, ja, ik kan ze niet voor 105 verkopen, want dan verlies ik mijn benzinekosten. Want ik heb 4 uur heen en weer moeten rijden. Dus ja, voor 110 gaan ze de deur uit. En je ziet het. Carlos gaat gewoon met geld gewoon naar huis. Oké, Carlos. Ik ga een kleine recap voor je doen. Met de kaarten die je hebt. Je hebt de Cramorant, Twaki, Professor Research, Morpeko, Team Yell Towel, Engossifleur, Reverse Holos. Je had 2 holo hits. Even kijken of ik ze kan pakken. Luxray en Daisy Dewey. Geen probleem, man. Jij bedankt dat je mee wilde doen. Zelfs op het laatste moment. Hartstikke leuk dat je mee kon doen. Ik ben zo blij dat ik een paar goede hits heb voor je. We hebben natuurlijk die Impidimp. We hebben de Sobble. En we hebben de Snom Shiny Cards. En dan hebben we natuurlijk de 2 Big Boys. Last opening Big Boys. Deze Delmise VMAX. En de Eternus V. Wat een gave kaart heet dit. Ik denk serieus dat je hier gewoon PSA 10 hebt, hè? Ik ben heel benieuwd. PSA 10. Wat is de prijs? Wat betalen ze voor deze PSA 10? Dat moet toch een flink bedrag zijn?
Ik ben heel benieuwd. Gooi het even in de comments als je het toevallig weet. Wat een kaart zeg. Super vet. Oké dan. En natuurlijk krijg je van mij ook nog erbij. De Pokébrews. Full Art. First Edition. En jullie waren erbij hè. De first livestream op Facebook. Live sale. First live sale met Pokébrews. Op de Poketable. En wat hebben we een paar vette openingen gehad. Echt heel gaaf. Ik ga de kaarten in een zakje voor je doen. Gooi ik even je naam erbij. Ja man, ik zou het sowieso opsturen als je kan. Misschien CGC, die zijn wat sneller. Maar ik zou het sowieso opsturen man. Die Eternus, die ziet er echt netjes uit. En je hebt dan ook nog die Eevee VMAX. Die heb ik niet eens gepakt. Je hebt ook nog deze. En die was gewoon, de centering is echt goed van deze. Top man. 200 ungraded. Hey Carlos, nog een pakje openen? Oké, dit is hem. Dit is jouw pack. Ik denk dat... Dit kunnen jullie ook wel waarderen, denk ik. Van de base. Kan ik het beste doen zo. Ze blijven maar gaan. Bulbasaurs. Squirtle. Nederlandse Squirtles. En of course de War Turtle. Ook in het Nederlands. En hebben we deze gave Big Bad Boy Shadowless Charmander. Het ziet er zo apart uit altijd. Dat Shadowless. Met shadow. Zonder shadow. En dan hebben we ook nog zijn broertjes. Charmander. 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 En nog meer Charmanders. En ook in het Nederlands. En nog een Charmeleon. Oh, en een Machop. Oké. Dame en heer. En heer en dame. En iedereen die mee heeft gekeken. Bedankt dat jullie er allemaal waren bij de Poketable. We eindigen met een blauw licht. En ik vond het super leuk. En we gaan het sowieso vaker doen. En ik wens jullie een hele fijne avond. Muziekje erbij. We gaan weer beginnen. Oké, jongens. Fijne avond, dankjewel. En... ik spreek jullie snel. Topper man. Top, top, top. Ik ben er heel blij mee. Hoe meer volgers, hoe meer content we kunnen creëren. Hoe meer kopers, hoe meer geld we hebben. Waardoor we meer kunnen kopen, meer kunnen verkopen, meer kunnen openen. En alleen maar leuke dingen mee kunnen doen. Meer giveaways. Het gaat sowieso vet worden. Oké, jongens. Good night. En zoals ik altijd zeg op Instagram... And that's the way the cookie crumbles.